Over een paar minuten komt hier achter mij bij Museum Bijzondere Collecties Prinses Máxima aan. Zij neemt een film met postzegels in ontvangst en die postzegels die horen bij de tentoonstelling 1001 belangrijke vrouwen uit de vaderlandse geschiedenis. Ik vraag me af, van welke vrouw kan Máxima zelf nou nog iets leren? Ik denk Annie M. G. Schmid. Van de personen die hij mee hebt, is hij toch wel degene met het meeste humor, denk ik. En ze heeft ontzettend veel leuke liedjes gemaakt. En ik denk dat Máxima daar ook goed aan zou doen om een keer een vrolijk Nederlandstalig nummer op te nemen. Nou, niet heel veel vrouwen. Maar Bea toch ook wel. Ze wordt toch onze toekomstige koningin. Dus ze moet toch ons land gaan regeren samen met Wim Lex. Wat ik heel belangrijk zou vinden is dat zij aanzien krijgt in het... In het gebied van goede doelen, dat ze daar gewoon heel veel mee bezig is. Waar moet ze dan een voorbeeld aan nemen? Wat specifiek? De daadkrachtigheid van Beatrix. Is dat dan een aanvulling in het beeld wat je nu van haar hebt? Mis je daar iets in? Niet specifiek Máxima, maar meer het Koningshuis, Vorstenhuis in het algemeen. Dat is volgens mij wel een plek waar humor ontbreekt of gebrekkig is. Een klein voorbeeld is het dan, is bijvoorbeeld Linda de Mol, die dan ook heel veel goede doelen steunt en Kanjers van Goud presenteert en dat soort dingen. Ik vind dat heel goed aan Linda, maar zij kan dat op grotere schaal gaan doen. Ze is nu natuurlijk altijd een beetje het gezellige aanhangsel van Willem-Alexander. Straks moet zij toch ook haar worsten klaar hebben. Dus Linda de Mol is een inspirerend figuur eigenlijk voor Máxima om eens naar te kijken? Nou ja, Linda de Mol is wel heel kleinschaliger daarin, maar die is daar heel erg mee bezig en dat zou voor Máxima ook heel goed zijn. Ik zie hier een mooi plaatje van Annie M. G. Schmid en dat vind ik wel een mooi voorbeeld, want zij heeft wel een grote rol gespeeld in de levens van veel kinderen van in ieder geval mijn generatie. En wat moet ze dan leren? Wat moet Máxima eruit halen? Ik denk... Nou ja, dat heeft ze al een beetje, maar de menselijkheid en de aansluiting bij vooral mijn leeftijd, mensen van mijn leeftijd. Deze vrouw kennen jullie natuurlijk, Aletta Jacobs. Mm-hmm. Hoe kan ze hier een voorbeeld aan nemen? Ja. Weet je nog wat ze gedaan heeft? Niet zo goed. Oké, nou, zij was ongeveer verantwoordelijk voor de eerste feministische golf. Dus dat vrouwenstemrecht, dat jullie mogen stemmen, dat heb je aan haar te danken, zeg maar. Wat kan Máxima daar voor voorbeeld aan nemen? Ja, dat is wel moeilijk. In stand houden. We leven al in een tijd dat vrouwen behoorlijk wat te zeggen hebben. En dat zo'n iemand als Máxima in zo'n positie kan komen. Dat is dat zegt al genoeg in principe. Zijn we klaar met die emancipatie? Nou, niet helemaal. Maar het hoeft niet meer zo'n onwijs groot punt te worden. Ik denk dat de tijd dat ze vanzelf wel... oplost. Pionier, hè? Eerste vrouwelijke student, dus dat kan zij niet meer doen natuurlijk, die plaats is vergeten. Je bent trouwens de eerste die direct weet wie Aletta Jacobs was, dat vind ik wel goed. Ja, nee, dat zijn natuurlijk wel keerpunten in een vaderlandse geschiedenis. Dus, Arnie M. G. Schmid, wat kan ze daarvan leren? De taal. Ik vind toch, als je de koningin van Nederland bent, dat je dan toch nog iets meer... Misschien iets meer bijlesjes kan volgen, om het zo maar te zeggen. Moeten we meekomen voor de foto? Je zegt haar Nederlands is nog niet perfect. Ze mag haar accent wel meenemen, maar ze moet wel vlekkeloos Nederlands de taal beheren. Ja. Beersen, ja. Dus als Máxima alle boeken van Annie M. G. Schmid leest, dan komt ze wel een aardig uit met de taalbeheersing. Wat zijn kinderboeken? Voor veel. Iedereen moet ergens beginnen.